jongens, en welkom bij deze nieuwe reactievideo. Ja, het is lang geleden, zo'n 3 maanden. Maar ja, ik ga het nu terug doen. Ja, het zal ook wel weer een van de laatste video's zijn, want we waren bezig met de postserie. En ja, als we daarmee klaar zijn, dan hebben we geen video's meer waarop we kunnen reageren. Dus deze, nu komt er een, volgende week vrijdag komt er nog een. En ja, volgens mij zijn we dan rond, of misschien daar nog één, want... we waren toen geëindigd met al die brieven en al die pakketjes. En we hebben er nog één nu. En dat is de video dat ik de USB-stick krijg. Een USB-stick met een filmpje erop. Ja, dat was de ontvoerder die dan een boodschap insprak via een USB-stick. En ja, de aflevering daarna ging ik voor het eerst naar het bos. Dus dat gaan we vandaag bekijken. Maar we gaan beginnen met het eerste. Dus dat ik... een stick binnenkrijg met een filmpje erop. Let's go! Yo mensen van Black Panther. Hier, Black Panther. En ik zal even... Ja, wacht even. Ik heb even slechte kwaliteit. Oké, mensen. Al dat geknip. ik had niet goed beeld, de kwaliteit was slecht. En alles, ja. Ik zat voortdurend met de rolluiken. Ja, uiteindelijk zat ik eigenlijk wel goed. Maar nu ga ik nog ergens even mijn stoel veranderen. Zit ik zo. Yeah. Ja. Ik was wel even bezig met een goed beeld te krijgen. Oké, mensen. Mensen, vandaag ben ik echt fucking ongerust. Ik heb nog altijd niks gehoord van Faas. Ik ben eens bij zijn ouders gegaan en ze denken ook dat hij ontvoerd is. En het is ook zo. Is dat nou realistisch? Ik ga bij zijn ouders die zeggen van, nee, hij is hier niet. Dan hebben we vermoeden dat hij ontvoerd is. En dan lijkt het, ja, het lijkt wel alsof ik bedoelde dat zijn ouders niet ongerust waren of zo. Dat ze het gewoon normaal vonden. Dat ze gewoon zeggen van, Jonas, die is er niet. Ja, dat had wel wat beter kunnen. Maar ja, vervolgens gaat het zo. Ik heb hier vandaag terug een pakket binnengekregen. Hier een fucking groen klein doosje. En ik durf het op het eerste zicht niet op te doen, want ik weet dat het iets ergens is. Ik weet gewoon dat het iets ergens is. Ik ga het gewoon doen. Een brief. Weer al. Dit keer is het precies niet onder het bloed, maar... Er staat... Beste Jens, kom volgende woensdag naar het bos. Volgende woensdag. Het is niet deze woensdag. Ik durf het niet. Ik durf het niet. Wahahaha. Ach, een fucking kwaaie lachen. Jonas gaat anders dood. Jeez. Kun je het lezen? Oké, wat zit er nog meer in? Een USB-stick? Van Siba? Daar ga ik naar school. Dit is een teken. Ja, dat vond ik ook wel chic. Die stick was van Siba. En ik zal even laten zien welke stick dat was. Want ik heb die nog altijd op zak. Ik zit in mijn pennenzak. Altijd. Ik gebruik die nooit, maar die steekt altijd in mijn pennenzak. Hier mijn pennenzak. Hier, dat is de stick die ik bedoel. Die stick heb ik laten zien in de video. Ja, ik vond het wel goed gedacht dat het een stick van Siba was, omdat ik dus naar school ga. Ja, Jonas gaat er ook naar school, we gaan er samen naar school. En, ja, dat was wel een goed gedacht, vond ik. Maar dan ga ik de stick, zo gezegd, in mijn computer steken. Ja, ik deed van, ja, ik steek het nu in mijn computer, maar eigenlijk zat er geen computer voor mij. Dat was moest gewoon... En eigenlijk kreeg ik helemaal geen video. Hè. Ja, maar we gaan doorkijken nu. Dit is een fucking teken. Het is gewoon een fucking stick van een Siba. Wacht hè. Ik ga hem even steken in mijn laptop. En dan gaan we nu de video kijken.
in 3, 2, 1. Mensen, vergeet zeker geen like te doen op deze video. En dan zie ik jullie volgende week in het bos. Het is niet deze woensdag dat ik ga. Hij dacht me uit om de week erna te gaan. En dat gaan we dan ook doen. Of vroeger. Ik moet zien wanneer ik ga. Want ik heb echt fucking veel stress. Ik zou gewoon zeggen later. Oké. Dat was het filmpje. En ja, je zag dat ik het gewoon was achter als creemmasker. Ik zat er gewoon daar. Ik snap niet mee naar de plek waar dat ik dat opnam. Kijk, hier stond vroeger ja, mijn eindpersoonsbed. Nu stond mijn bed daar. Hè, man. Kijk, ik zat er toen als een kapstok even. Ik zat hier zo. Ja. Zo op mijn bed zat ik hier ja, te praten. En dan eigenlijk had ik iets ingesproken op een app. Waardoor mijn stem wel lager werd en dan zat ik er gewoon zo. Gewoon wel gebaren te maken, ja. Je zag natuurlijk dat ik al was, ik had een horloge op, het was mijn t-shirt dat ik aan had. Ik ga even terug op de bureau zitten. En ja, dan is het nu tijd voor de tweede video voor vandaag. En de tweede, dat is de allereerste video in het bos. En dat bos, dat lag vlak achter het huis van Jonas en het was een heel klein bos. Je waart daar zo rondgelopen, dus we hebben wel... Ik moest dan op een moment weglopen van Jonas, ik heb wel 3 keer het bos rondgelopen. Je moest natuurlijk wel geloven dat het een groot bos was, maar eigenlijk kon je het wel zien, dat het einde niet ver was. Maar ja, eerst wouden we opnames doen in Broekelij, een heel groot bos in Keerbergen, waar Halloween-tochten worden gehouden. Maar ja, dat hebben we toch niet gedaan. We hebben het in een klein bosje achter zijn huis gedaan. En ja. Dat begon zo. Man. Echt fucking creepy. Wat was dat? Wat was dat? Oké, dat was al een paar voorproefjes, voorstukjes. En nu begint de video echt. Yo mensen, van Black Panther. Het is zover jongens. Ik ben nu in het bos in Keerbergen. Het is een fucking creepy hier. Maar we gaan nu het bos even verkennen. En ik film... Als er iets gebeurt dat raar is. Dus we gaan nu zo dadelijk eens kijken. Ja, zoals je dus ziet, ja, je ziet natuurlijk dat het bos echt heel klein is. Ik had ook beter creepy muziek onder de video geplakt. Dan hadden we misschien een beetje feeling gekregen. Maar nu ja, is het totaal niet eng. Het is overdag, de zon schijnt en het bos is totaal niet groot. En zoals je in de voorstukjes zag, ja, zag al dat ik gepakt werd door de ontvoerder. En je zag natuurlijk ook direct, Jonas was de ontvoerder. We hadden ook geen goed screenmasker, we hadden beter een stof gekocht. Maar die konden we nergens vinden. En zo'n plastic heb ik gewoon in een speelgoedwinkeltje in Aarschot gekocht. Dus, maar dat was eigenlijk ja, dat was een rotmasker eigenlijk. En ook, je zag aan Jonas, ja. Hij had kleren aangedaan die hij nog nooit had aangedaan, maar je zag zo dat hij het was. Dus, ja. Ik zie er niks. Het is goed weer vandaag en dat maakt me een beetje blij. Want als het kei slecht weer was, dan was het echt fucking kut geweest. Dus ik zie je subiet, ik loop wel. Jongens, ik loop hier nu al zeker 5 minuten rond en met geen enkel spoor
van de ontvoerder, of hoe je het ook moet noemen. Ja, ik weet dat in dit bos Vaas loopt hier ergens rond. Vaas loopt hier ergens rond, ja. In zo'n klein bos had ik hem al lang moeten vinden. En ik moet hem terugvinden. Ik ga er niet weg voordat ik hem heb gevonden. En ik heb ook nog nergens pijlen gevonden dat in de brief stond. En dat maakt me ook een beetje blijer, want misschien is hij er op dit moment gewoon helemaal niet. En man, echt fucking creepy. Wat was dat? Wat was dat? Wat was dat? Echt slecht geacteerd ook. Je zag mij lachen toen dat hij mij pakte. Ja, nee. Ja, het was een beetje slecht geacteerd. Het zal nu wel wat beter zijn als we dat nog eens zouden doen. Maar ja, natuurlijk gaan we dat niet nog eens doen. Alleen de Nightmare-serie, ja, dat was met een 5e aflevering gewoon gestopt. Ja, daar zouden we altijd nog vervolgen van kunnen maken. Maar ja, ik pijs niet dat we dat nog gaan doen. Dus, maar ja, nu, ik had ook trouwens een klak aan. En ik draag nooit een klak, dus... Ik snap ook eigenlijk niet waarom. Ja, hetzelfde met een paar video's draag ik een klakje. Maar normaal, gewoon naar school of zo, nooit. Ik doe mijn haar altijd omhoog. En ik draag nooit een klak. Nee, doe ik nooit. Zeg, Jens. Nee, Ik zeg, maak me los. Hij zegt nooit. Een seconde later maakt hij me ook los. Maar we gaan nu een beetje doorspoelen, want anders gaat het een beetje lang duren. Allee, ik ga nu ontsnappen. Dus, en daarna gaan we een beetje doorspoelen. Maak me fucking los. Laat me fucking rust. Ik ben hem nu kwijtgeraakt. Oké. Nu, ben ik weer ontsnapt van hem en nu ga ik een beetje doorspoelen. En ik ben er nu op de plek waar ik hem ben kwijtgeraakt. En hoor je dat ook? Pauze. Ik ga het even filmen. Er gebeurt iets raars. Nee!
Waar die gaan verschuiven? Misschien niet, misschien wel. Maar ik kan wel zeggen, ja, een jaar later, nadat ik deze video heb gemaakt, toen keek ik de video's terug voor de lol en ik schrok van dat stukje. Toen Jonas, ik schrok daar serieus van. Oké, we komen nu aan het laatste stuk van de video. Ja, van de eerste video. Kijk, nu is dat zo met die app van, om de stem lager te maken. Dus ja, dus hij heeft dat gewoon opgezet en hij zegt zelf niks. Wat heb je erop te zeggen? Niks! Nee, mag niet. Ik ga je vastbinden aan de boom. Nee, wat ga je doen? Nee, wat ga je doen? Kijk, nu gaat hij mij weer vastbinden met handboeien. En ja, hij maakt eerst mijn hand vast en dan moet hij ja, iets vinden, een boom of zo, om het andere deel van de handvat dan vast te hangen. Maar hij vindt niks, dus hij hangt mij vast aan een takje. Legit een takje. Omdat hij dacht dat het misschien een wortel was of zo. Maar ja, gewoon zo, hup, en ik ben los. Nee, doe dat niet. Nee. Oké. Okay. Je zag ook wel dat dat mesje ook van plastic was, Junos ook, zo'n nep. Ja, daarna heeft hij mij echt aan een boom vastgebonden en op het einde zag het niet meer, maar hij stak mij eigenlijk in mijn rug. En ja, in de volgende aflevering gaat het voort. We zijn nu al lang genoeg bezig, dus dit was de video mensen. Like, abonneer en ciao!